Ranomi Kromovi Jojo, waarom is het belangrijk om hier op Curaçao te trainen? Nou ja, allereerst is natuurlijk gewoon genieten, maar vitamine D, de zon, frisse lucht is wel heel belangrijk. En zeker in de winter in Nederland, ja, je doorbreekt die koude lange winter wel. Londen 2012, nog anderhalf jaar. Kun jij de route naar Londen eens beschrijven? Nou ja, nu zijn we dus eigenlijk aan het trainen voor het belangrijkste doel van dit seizoen, de WK lange baan in Shanghai. Daarvoor moeten we nog kwalificeren op de swimcup in maart in Amsterdam en de swimcup in april in Eindhoven. Daarna, na de swimcup zullen we echt richting de WK gaan trainen. En de WK, dat wordt echt een soort testwedstrijd voor Londen. En daarna begint het Olympisch seizoen al. En dat is eigenlijk ook al helemaal uitgestippeld met trainingsstages.